5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. Dit is OBS de Droomboom. Wij van groep 7. We waren eerst bezig met missie naar Mars. Daar hebben we al gekonaliseerd. Nu zijn we bezig met Terra Nova. Nu gaan we kijken hoe de aarde in 2050 eruit ziet. Ja, wij allemaal. We willen ons onderwijs meer toekomstbestendig maken en daarmee wetenschap en techniek op de kaart zetten. We kiezen voor een geïntegreerde aanpak bij WO, want de wereld bestaat niet alleen uit aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We merken dat bij deze vakken de interesse bij veel kinderen ontbrak. We zien nu dat de nieuwe aanpak niet alleen motivatieverhogend werkt, maar ook ruimte biedt voor de ontwikkeling en houding van vaardigheden. Onderzoeken en ontwerpen krijgen nu een vaste plek en daarbij staan de vragen en ideeën van de kinderen centraal. Kinderen staan weer in hun kracht. Wij zijn een voertuig aan het maken die niet op stroom en benzine rijdt, maar op magneten. En als onderwerp hebben we het tram gekozen. Ik leer nu meer over de wereld. Wat ik leuk vind is dat we niet alleen uit de boekenles krijgen, maar ook praktisch bezig zijn. Nou, het is te gek om de kinderen in de klas bezig te zien. Het bruist echt aan alle kanten. Heel veel werkruis, overal gebeurt van alles en soms niets. Het is heel tof om te zien dat kinderen binnen hun onderzoek of ontwerp dingen ontdekken of creëren waar wij zelf nooit over na zouden hebben gedacht. Tijdens missie naar Mars hadden we een probleem. Door de wind lag er veel zand op de zonnepanelen. Onze oplossing, zonnepanelen die automatisch kantelen. Wat ik hoop is dat mijn collega's ook het lef hebben om op onderzoek uit te gaan. En niet alleen mijn collega's op deze school, maar ook op andere scholen. Waarbij ze zichzelf gaan afvragen, wat is nu toekomstbestendig onderwijs voor onze kinderen? Het is het erg om fouten te maken, want fouten moet soms wel eens. Want van fouten kan je leren.